Als je aan de Vlaamse overheid denkt, aan wat denkt je dan? Ik kan mij voorstellen dat je dan aan veel paparasserij denkt en veel regels, maar je zou eigenlijk aan iets anders moeten denken. Je zou het moeten denken aan openheid, wendbaarheid, daadkracht en vertrouwen. En we trachten met een aantal projecten, bijvoorbeeld die relatie met kunst, te laten aanvoelen wat het eigenlijk betekent. Wat betekent het voor mij als individu die zijn rol speelt in deze grote Vlaamse overheid? En zo zijn we terechtgekomen bij 3 kunstenaars. We hebben Els Opzomer, die het atelier van beeld begeleidt. We hebben Sarah Bostoen, het atelier van dans en beweging. En Koen Peters. We hebben het al over verhalen gehad. Je bent omdat je iets hebt meegemaakt. En voor mij zijn dat momenten waarop je de waarden plots ziet kristalliseren. En dan zie je, ah ja, dit gaat over openheid, dit gaat over daadkracht en dat soort dingen. Ik vind dat verrijkend, ook in een werksituatie. Als je dat goed omkadert. En dat is voor mij ook de meerwaarde van kunst. Kunst boort dieper. Voordat ik iets begin, is ook voor mij heel belangrijk, is ook die kennismaking. En daarom kan iedereen het recht om iets mee te brengen, een soort brug of iets dat iets over hem kan vertellen. Dus ja, iets dat ik altijd zal bijhouden, mooie herinneringen. En dat is een periode uit mijn leven die toch wel voor mij veel betekent. En ja, ik mis mijn collega's vaak. Dat was heel emotioneel en heel intiem. Maar waarom? Omdat je dus al direct van in het begin iets moest vertellen van je eigen. En zeker ja, die waarden die kunnen heel intiem zijn. Hè? Mensen die op een bepaald moment daadkracht tonen in hun leven. En dat te beleven was heel emotioneel. Dat vind ik de bijdrage van kunstenaars. Nieuwsgierig zijn, dingen durven in vraag stellen, maar vanuit een oprechte interesse in de leefwereld van de ander. Om net dan te kijken, en wat zegt dat over mij en hoe sta ik in mijn werk en in mijn professioneel leven? Die waarden zijn niet zomaar iets dat mooi vanuit HRM bedacht geweest is. We zijn, denk ik, aan de start van een nieuw traject in onze Vlaamse administratie. En, ja, en ik vond in mijn rol als voorzitter van het voorzitterscollege vond het belangrijk van dat ook dat mijn schouders onder te zetten. Dus ik heb gewoon geparticipeerd. Ik had een beetje een argwaan in het begin van, ja, zijn dat geen mensen die zeggen, ja, dat is leuk zo'n 3-daagse workshop, dan moet ik eigenlijk niet werken. Hè? En dan mag ik gewoon hier leuke dingen komen doen, wat staan dansen. Maar ik was eigenlijk gefrappeerd. Ik krijg hier niet alleen dansende ambtenaren, maar ook enthousiaste ambtenaren. Ja, dat is wel het beeld van ambtenaren dat ik zelf ook graag zou hebben, dat we overal in de organisatie hebben. Ja, ik kwam eigenlijk met een super vibe thuis. Ik nam dat zo mee naar mijn werk. Zo. Dat was zo, wow. Ja, daar kwam ik echt mee, ook naar het werk toe. Ja, op een zeker moment had ik een gesprek met de leidinggevende. En ik zei, ja, kijk. Ik ben altijd heel positief in mijn werk. Ja, ik ben aan de balie, dus ik moet altijd de mensen ontvangen en vriendelijk en telefoon. Maar ik verwacht dat van mijn leidinggevende eigenlijk ook. Dus ik dacht, verdorie, ik had mijn evaluatie toch zeggen. Oh, mijn klein hartje. Maar sindsdien is die kweenu opgewekt, is die kweenu vriendelijk. Ik heb dat zeker meegenomen van dat project, want anders had ik er ook niet bij stilgestaan voor het te zeggen. Ja, proberen. Hè? Ja. Dus gewoon maar doen. Gewoon doen. Als we bezig waren in die dansworkshop en we zagen dat we iemand, als we die met 7 oppakten, ja, dan voelt je in je lichaam dat vertrouwen. Vertrouwen van die persoon die gedragen wordt, vertrouwen van de collega's naar elkaar, wij gaan die samen dragen. Ja, dan voelde wat dat vertrouwen is. Dus die 4 waarden waren daar ineens Op 3 uur tijd waren daar volop aanwezig en we voelden die ook allemaal, dat die daar aanwezig waren. Voor mij was dat zelfs na de eerste halve dag, was gans die workshop al geslaagd. Een ambtenaar is zo altijd gewoon van alles mooi te overdenken, logisch, analytisch, een bijna mechanische manier van denken, terwijl de maatschappij verandert. Waarom zou jij dan vastgeroest blijven in geëikte procedures, processen? Dat is niet gemakkelijk, zeker ook niet voor mij. Ik zit in een afdeling regelgeving met veel juristen. En wij ervaren dat we daar nu wel veel op uitgedaagd worden. Het probleem wordt altijd vanuit de traditionelezelfde hoek bekeken. Ook door mij meestal. Hè? Dus we vertrekken vanuit die legaliteit, die rechtszekerheid. Maar soms kan je het probleem omdraaien. Gewoon vanuit een andere hoek bekijken en dan geeft dat een ganz ander perspectief en oplossing. Waarom staat dat daar? Wat gaat er gebeuren? Ja. Ik heb een kei van schrik. Blijf daar eerst staan. Een emmer water. Ja, wel, zoiets. Pas op. Ik durf echt niet. Een frisse douche. En gebeurt er iets? Ja. Er gebeurt niks. Oei, hij oppert ons. Er gebeurt niks. Je gaat eigenlijk de toeschouwer uitnodigen om er iets mee te doen of niet mee te doen. Ja. Dus ik sta open, ik sta eigenlijk in vertrouwen zo van, als ik er hier aan trek, dan gaat er iets gebeuren. En dan gebeurt eigenlijk niks. We gaan een keer moeten klinken dan toch? Ja, we gaan klinken. Cheers. Op de waarden, hè? Op de waarden van de Vlaamse overheid. Toen ik hier terugkwam, vroegen mensen eigenlijk, wat heb je gemaakt? Laat eens foto's zien. En ik had zoiets van, ja, ik wil wel foto's laten zien. Maar dat is het belangrijkste niet, vond ik. Ik vond helemaal niet belangrijk wat dat we daar hadden gemaakt. Het belangrijkste is, door dat kunstwerk te maken, komt dat openheid naar boven, de daadkracht, de wendbaarheid en het vertrouwen in elkaar eigenlijk. Dus alles zit in ons en dat is heel belangrijk.